Het Wereld Natuurfonds, WWF, heeft gisteren een identificatieboek ontwikkeld voor de visserijsector. Dit boek is gisteren tijdens een theoretische en praktische identificatietraining gepresenteerd aan het personeel van de visserijdienst. In het boek komen bedreigde en beschermde vissoorten voor, waaronder haaien, roggen en zeeschildpadden die regelmatig als bijvangst in de netten van vissers vastkomen te zitten. Het personeel heeft met deze training de juiste tools gehad hoe dit identificatieboek te gebruiken. Michael Hiwat, Oceans and Wildlife Officer van WWF, geeft aan dat deze bedreigde en beschermde dieren zich niet zo snel voortplanten als andere. Daarom is volgens hem deze training georganiseerd. Het zijn soorten die zich langzaam voortplanten, maar ze worden wel gevangen in de visserij. Meestal als bycatch, omdat het niet doelbewust opgevangen wordt. Maar men gaat voor andere soorten, bijvoorbeeld Kandratiki en Bambam. En deze soorten worden dan ook gevangen. Maar omdat die andere soorten zich snel voortplanten, heeft dat toch het gevolg dat deze soorten die zich niet snel voortplanten, eerder in aantallen achteruit gaan, waardoor ze heel snel bedreigd worden. Of zelf op het punt staan om uit te sterven. En het gaat hier zowel om beschermde als bedreigde als beschermde soorten. Hiwat zegt verder dat het beleid omtrent beschermde vissoorten nog niet in place is. Er is nog geen lijst van beschermde vissen, benadrukt Hiwat. Maar we hebben dus wel de haaien en roggen die op de IUCN-lijst voorkomen. En waarvan we dus weten dat bepaalde al behoorlijk bedreigd zijn, omdat ze maar een heel klein verspreidingsgebied hebben. Er zijn soorten die gewoon in alle oceanen voorkomen, maar er zijn ook soorten die alleen hier in de Guyana's voorkomen. En ja, dat wil dus zeggen van als deze soorten er niet meer zijn hier in ons gebied, dan komen ze nergens ter wereld meer voor. Dus het is heel belangrijk om ook aandacht aan deze soorten te besteden en te proberen maatregelen, zodanige maatregelen te nemen, zodat deze soorten niet gevangen worden. Dat was Michael Hiwat, Oceans and Wildlife Officer van WWF. Hij sprak gisteren tijdens de training over het gebruik van het identificatieboek over bedreigde en beschermde vissoorten. De training is gehouden in het complex voor Sea Vihas aan de Vangbalstraat, de Bethesda.